Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinsen en Paul Sprangers. Hey Tim, wij nemen vaak op in onze studio in Kaatsheuvel, maar dat is natuurlijk niet de studio in Kaatsheuvel. Nee, en vandaag zitten we eindelijk weer een keer in de allerbeste studio van Kaatsheuvel. Zeker de allermooiste studio, ja. En hier wordt ook qua audiomateriaal iets veel mooiers gemaakt dan in onze studio, mag ik wel zeggen. Ja, ik denk dat onze luisteraars inmiddels al wel geraden zullen hebben waar we zitten. We zitten natuurlijk in de studio van Audiocult van componist René Merkelbach, recht tegenover de Efteling. Ja, René, wederom welkom in Kleine Boodschap. Dankjewel. Zeg René, een tijd geleden hebben we toch wel de eer gehad, moet ik zeggen, om een eerste aflevering op te nemen bij jou in de studio. Dat was aflevering 235 en daarin vertelde jij onze luisteraars alles over eigenlijk hoe de muziek van Caro tot stand is gekomen. Hè? Nou, die aflevering die kon rekenen op heel wat enthousiaste reacties en we vonden het zelf ook ontzettend leuk om zo'n aflevering te maken. Dus bij het naar buiten gaan spraken we toen al wel de wensen uit van we zouden het eigenlijk vaker willen doen. Nou, en vandaag is het weer zover. Ja, want vandaag gaan we het hebben over de muziek van Sinbad. Of in ieder geval van Scirocco specifiek. Nou, eigenlijk van het hele themagebied trouwens, wat het daar natuurlijk is. Nou ja, ik denk dat het meteen wel een goede vraag is voor René. Want René, je gaat vandaag alles vertellen over de muziek die jij gecomponeerd hebt voor de attractie Scirocco. Maar de wereld van Sinbad is natuurlijk veel meer dan dat. En daar heb jij een aantal muziekstukken voor gecomponeerd. Volgens mij zijn er 4 door de Efteling uitgebracht met allemaal een hele mooie titel. Maar ik heb ik toch steeds een beetje moeilijk met welk muziekstuk is nou waarvoor. Zou jij onze luisteraars om te beginnen eens mee kunnen nemen in wat zijn nou die verschillende muziekstukken en wat wordt nou waarvoor gebruikt? Nou ja, het belangrijkste is Storm op Zee. Hè? Is eigenlijk de attractie, zeg maar, waar je in gaat. En normaal krijg je een verzoek om muziek te schrijven voor een bepaalde attractie. Of een bepaald karakter in een attractie. Maar nu werd er gezegd, kijk eens of je een thema kunt schrijven voor het hele gebied. Waarbij je er rekening mee moet houden dat Storm op Zee, waar je dus in de attractie gaat, natuurlijk tegen Archipel aan ligt, waar gespeeld wordt. Maar je hebt ook het hele plein daarvoor. Je hebt ook nog Panorama, heet het, hè, met het terras. Dus er werd eigenlijk gezegd van, ja, we kunnen die muziek specifiek voor Storm op Zee laten maken. Maar wat als er nu eens een heel gebied, het werd ook een heel gebied eigenlijk ontwikkeld. Hoe kunnen we dat nou zo maken dat het niet als een kermis gaat klinken? Dat alles door elkaar gaat klinken. Je kunt een muziekje maken voor Storm op Zee. En een ander muziekje voor het Archipel. En dan ook nog iets, een beetje in diezelfde sfeer voor, zeg maar even, voor de mensen die op het terras zitten. Maar dan wordt het natuurlijk gewoon een rommeltje. En heel onrustig. Dus toen heb ik bedacht, wat nou als we een hoofdthema hebben voor de attractie. Wat als daar nou een uitgekledere versie van is voor het Archipel? Dus veel rustiger eigenlijk. En een nog iets meer uitgeklede versie voor, nou ja, dat hoor je nou nog niet volgens mij. Volgens mij zijn er nu geen speakers, maar voor het terras in ieder geval. En het idee daarachter was eigenlijk, die storm op zee, het gevaar, ik noem het altijd, hoe heet het? Hoe noemen ze dat? Het oog van de onweer, van het onweer, weet je wat ik bedoel? Oog van de storm. Oog van de storm. Dat vindt plaats bij Storm op Zee. Als je een stukje verderop in Archipel bent, dan moet je daar geen last van hebben. Dus ik wil zeggen, de donderklappen uit de attractie, die moet je niet horen in Archipel. De heftige, zware drums, die krijg je wel een beetje mee. Maar dat is niet de bedoeling dat je daar lekker tussen aanstekens veilig aan het spelen bent. En een hoop geweld en spannende muziek om je oren krijgt. Dus ik dacht, nou ja, wat nou als bij Archipel een stuk rustiger klinkt. En ik zag het een beetje voor me als dat je ergens bent en dat je in de verte, of dat nou in de bergen is of zo, dat het daar dondert en bliksemt. Dat jij denkt van, nou oké, ik zit goed. Dat is daar. Maar ik zit hier veilig. En als je bij het Archipel bent, dan hoor je bij Storm op Zee wel, zie je die bliksem en je hoort die donderklappen en zo een beetje. Maar daar is in ieder geval oké. Maar dat betekent wel dus dat alles synchroon met elkaar moest gaan lopen. Anders was het een kermis. Dat was een hele puzzel, kan ik me zo voorstellen voor jou. Ja, in die zin een puzzel. Nou ja, je begint met de ride, noem ik het maar even, heet het hier bij mij, het Storm op Zee. En daarna ga je gewoon in allerlei laagjes daaronder. En je ziet hier, ik heb mijn audiosessie met losse muzieksporen voor mijn neus. En daaronder ga je dan eigenlijk allerlei geluiden spelen die echt alleen te horen zijn in Archipel. Bijvoorbeeld als je zware percussie hoort, zware grote toms
in Storm op Zee, dan zul je daar kleinere trommeltjes en shakertjes en zo horen in de archipel. Maar het loopt wel allemaal gelijk. Ja, dus het zijn eigenlijk een aantal muziekstukken die lopen synchroon aan elkaar. Ja. Maar die zijn allemaal net even anders. Je hebt natuurlijk ook te maken met bij Sirocco de ritmuziek. Maar als de rit stilstaat, dan klinkt er andere muziek. Hoe leg je dat dan naast elkaar? Ja, er was ook eerst nog een idee om dat eventueel ook nog gelijk, ja, mooi gelijk over te laten lopen. Maar als je dat doet, dan is dus alles wat je de hele dag hoort in hetzelfde ritme, in hetzelfde tempo. Dus toen heb ik gezegd, wat nou als we drie... bij mij heette die background music. Nu hebben die inmiddels hele mooie titels gekregen. Hè? Die kun je overal beluisteren. Maar wat nou als het einde van Storm op Zee uitklinkt en de stem die je daar zo hoort. En dan die muziek, die laatste klanken, de laatste fluit, die sterft uit. En er komt heel langzaam de achtergrondmuziek, komt dan op. Want we zijn weer veilig. We hebben het overleefd allemaal. We hebben de storm kunnen ontwijken. Nee, helemaal niet kunnen ontwijken. We zaten er middenin. We hebben hem overleefd. Dus ik heb dat idee losgelaten dat allemaal precies hetzelfde tempo en zo moest zijn. Want dan luister je ook de hele dag naar dezelfde beat, zeg maar. Ook als je daar... daar moet je ook rekening mee houden. Hè? Mensen zitten ook op een terras, zeg maar. Of te wachten op iemand. Normaal als je bij een attractie zit je ook natuurlijk veel in dezelfde muziek te wachten. Maar het leek mij fijner om tussendoor rust te hebben. Dan is die impact ook groter als het wel gaat stormen. En als je wel die avontuurlijke muziek hoort. Want hoe zit het dan met een nummer als Veilige Haven? Dat is mijn favoriet uit het hele oeuvre voor wat je voor Simbad hebt geschreven. Want dat is een beetje een vreemde internetbijt. Is dat dan een van die achtergrond? Nu dat is een van die achtergrond, ja. De roep om avontuur is één track. En dat is die losse fluit. En het idee was dat waar je ook bent, in de buurt van het gebied van de wereld van Sindbad, als je die fluit hoort, dan weet je van oké, ze gaan weer, vertrekken of we gaan de boten in. En die hebben we de roep om avontuur genoemd. Die komt steeds terug. Dat is ook de hoofdmelodie die in Storm op Zee terugkomt. Maar dat is dus een losse track, die kun je los beluisteren. Nou ja, Hijs de Zeilen en Varen op de Sterren en Veilige Haven zijn dus eigenlijk drie van die tracks die ik in eerste instantie als achtergrondmuziek had bedoeld. En die zou gewoon heel bescheiden ook zo te horen zijn. Maar ze pakten eigenlijk wel heel mooi uit, vond men ook bij de Efteling. Dus toen was het eigenlijk zo van, ja, moet je dat nou verstoppen of moet je daar nou een soort behang van maken? Of het is niet alleen maar achtergrondmuziek, het hoort ook bij die wereld van Sindbad. Maar om eerlijk te zijn, zijn de titels later daarvoor pas bedacht. En hoe zitten ze nu in het themagebied? Zijn ze gewoon achter elkaar geplakt als een loopje? Of hoe heb je dat uiteindelijk? Hoe is daar uiteindelijk uitvoering aangegeven? Volgens mij zit het nu zo. Zo is het bedacht in ieder geval. Dat ze, je moet je voorstellen, er is een achtergrondtrack waar die drie nummers achter elkaar worden afgespeeld. En op het moment dat de attractie begint, dan wordt die muziek weggedrukt. Gedukt, zeg maar, heet dat dan. Dus die worden qua volume naar de achtergrond gedrukt. En is de attractie klaar, zijn mensen uitstapt, dan komt die langzaam omhoog. En de reden waarom ik dat graag zo wilde is, we konden het ook aan elkaar maken met de attractie. Maar dat zou dus betekenen dat iedereen hetzelfde zou beleven. Dus je stapt uit die attractie en dan komt meteen weer hetzelfde stukje muziek. Plus, tussen uitstappen en instappen zit ongeveer 2 minuten. Dus je komt nooit aan die andere tracks toe. Als ik de Hijs de Zeilen erachteraan zou plakken, heel oneerbiedig, maar dan zou dus iedereen steeds datzelfde ding horen. En nu, het idee is eigenlijk, er is muziek in het gebied, of dat nou een markt is of zo, er is reuring, zeg maar. En er is gewoon muziek binnen die, ja, ik stel hem altijd een beetje stadspoorten voor. Die zijn er niet. Misschien ook helemaal niet zo bedoeld hoor, door de Efteling. Maar zo dat je zo'n stad binnenkomt, dat is voor mij het gebied. En daar is muziek, daar is van alles aan de hand. En op een gegeven moment komt die storm. En dan komt dus die Storm op Zee muziek naar boven. Maar dan is het dus logisch dat die andere muziek soort van random te horen is. Dat maakt het interessanter, denk ik. Ja, dus je moet het eigenlijk zo zien dat je zeg maar op de achtergrond bij zowel Sirocco als Archipel als op het plein eigenlijk een eeuwigdurende loop hoort die bestaat uit de titels, moet ik het even goed zeggen. Hijs de Zeilen, Varen op de Sterren en Veilige Haven. Ja, en die draait dus continu door, ook bij Sirocco, behalve het moment dat de rit start. Dan wordt die plaatselijk bij Sirocco weggedrukt en dan hoor je daar Storm op Zee.
En zodra de attractie stilstaat, dan gaat hij gewoon weer mee in de loop van die drie nummers. In die loop van die drummers. En, maar dat betekent dus ook dat je in Archipel ook een uitgeklede versie hebt. Want het zou ook heel raar zijn, want in Veilige Haven, of nou, in ieder geval die drie achtergrondtracks, zit ook wat vollere percussie en ook best wel veel dikke violen en strijkers. Dat is ook allemaal een stuk teruggebracht om het allemaal wat kleiner, speelser eigenlijk te maken. En rustiger ook vooral. Oké, dus zeg maar die loop van die drie nummers, die is ook nog eens op verschillende plekken in andere uitvoeringen te horen. Ja, ja. Oh, wow. Wow. Nou, dan, mijn gedachte dat de soundscape in de wereld van Sinbad vrij complex in elkaar zat, die blijkt dus waar. Ja, nou ja, het leuke is eigenlijk, kijk, je kunt het op twee manieren bekijken. Je kunt zeggen, er was Monsieur Carnival en er was één liedje en stond of je nou aan het instappen was of de rit startte. Dat was iedere keer hetzelfde liedje, werd gewoon weer opnieuw ingestart. En dat werkte ook. Alleen, ja, nu is het is de wereld van Sinbad. Dus er gaat iets verder dan één thema bedenken en maar in een loop zetten. We gaan dadelijk natuurlijk focussen op Storm op Zee, de attractie Sirocco. Maar voordat we dat gaan doen, ben ik toch wel benieuwd. Want ik weet van eerdere interviews met jou dat je bijvoorbeeld bij de Zes Zwanen allerlei geluidseffecten, bijvoorbeeld van zwanen, hebt toegevoegd die op verschillende plekken in het themagebied hoort. Hè, als een soort soundscape. Maar volgens mij, zeker in Archipel, zitten her en er ook wat van dat soort effecten zeker verstopt. Maar het mooie is, we hebben hier Anouk in huis, Anouk Verdonk. Zij is een hele goede percussioniste, dat zul je straks ook horen. Dus ik had daar ook geluk mee. Ik had dus iemand in huis die percussie dus kon inspelen. Maar zij is dus ook sound designer. En zij heeft die hele soundscape daar gemaakt. En sommige dingen zijn, zijn duidelijk dat soms geluidseffecten zijn als die uit zo'n vissershuisje komen of zo, daar uit de buurt. Maar er zitten ook heel veel geluiden die zomaar uit, weet je, dat is vaker in de Efteling. Ik weet niet of dit een groot geheim is wat ik nou verklap. Maar soms worden nepgeluiden, natuurgeluiden, opgenomen geluiden, wel gemixt, zeg maar, met natuurlijke geluiden. Dus ik bedoel, als zij wat vogeltjes laten horen, dan en een stukje verderop in de bomen of daarboven zitten echte vogels. Op een gegeven moment weet je niet meer wat echt is of wat niet echt is. Maar als je zegt van nou, ik wil de hele dag die vogels, en dan kunnen we niet wachten tot die gaan zitten wachten tot die echte vogels geluid maken. Nee. Dus die soundscape is er altijd. En die switcht ook s'avonds, want we zijn er nog niet. S'avonds switcht die naar de avond soundscape. Wow. Dan horen we krekeltjes en horen misschien een uil in de verte en allerlei andere geluiden weer dan overdag. En ik moet ook zeggen, in de rit zelf, daar zitten ook allerlei geluidseffecten. Maar op een gegeven moment moet je kiezen, hè. Gaan we dus muziek heel zacht zetten. Dat was natuurlijk niet mijn voorkeur. Nee. Hè? Of ga je die geluidseffect heel hard zetten. Dus daar wordt dan een beetje zo'n middenweg in gevonden. Maar er zit heel veel het gekraak van touwen en zo. En de boot en het water en de regen. Maar ja, op een gegeven moment gaat het natuurlijk allemaal een beetje door elkaar lopen. Behalve die donderklap, die zullen we straks ook horen, denk ik. Ik kan in ieder geval het moment laten horen waar die komt. Dat komt er wel doorheen. Maar het is een heel uitgebreide soundscape. Je zou zeggen, het zijn twee invulattracties in de Efteling. Maar als ik het zo hoor, is het misschien wel de meest complexe auditieve ervaring die je in het park kunt hebben bijna. Ja, je hoort wel bij de complexere. Ja, ja, zo. Heb je zo wat voorbeeldjes, René, van die geluidseffectjes die er overal doorheen zijn gemixt? Je hebt er al een paar genoemd, maar Ik heb hier een mixje wat ik ooit heb gehad. Wereld van Sinbad, Archipel, daytime, 1 minuut. Ik denk dat dit een testje was destijds. Hier hoor je een beetje het kraken van een bootje. Dit soort dingen staan allemaal heel zacht over de speakers daar. Maar ze doen echt iets. Zou ik nou naar de On Ride gaan, heet het bij mij. On Ride, Wereld van Sinbad, Sirocco, Sound Effects. Kijk, dit soort geluiden, die stemmen van die mannen in de haven, die hoor je niet echt heel erg hard terug, maar het zit er allemaal wel. Het is altijd een soort reuring daar in de haven. En dan is dit een moment als je gaat instappen. Hier wordt het weer slechter, hè? Krijg je die gure wind.
het water hoor je het weer. Dus dat zit er allemaal in. Afijn, en dat wordt dan hier gemaakt. Maar dan gaat het nog los weer naar de locatie natuurlijk. En dan wordt gekeken over welke speakers. Want dit wordt gemaakt op twee speakers natuurlijk, gewoon in stereo. En dan wordt het op plekken gekeken waar zitten alle speakers en waar kun je alles vandaan laten komen. Nou, en als daar een bepaalde vogel of een uil of weet ik veel wat in zit, dan komt die ergens uit een hoekje en natuurlijk niet over alle speakers. Maar dat betekent dus dat er ook, siert vind ik dan de Efteling ook, aan het geluidssysteem veel aandacht wordt besteed. Want je kunt zeggen, dit is hartstikke leuk om over een paar speakers aan te zetten en je hoort overal hetzelfde. Maar het is echt helemaal verdeeld over het hele gebied. Dus voor een infill-attractie, zoals je zei, is het geen klein bericht, hoor, dit. Nee. Enig idee hoeveel speakers er hangen in de wereld van Zwembad? Dat vind ik moeilijk. Of hoeveel losse kanalen er zijn dan, laat het zo zeggen? Ik weet het niet precies. Ik weet dat in Storm op Zee, in Sirocco, daar kun je ze zien hangen. Dat zijn volgens mij, ik weet niet of er 4 of 6 zijn, verdeeld over de ronde de kap. Nou, ik weet het niet precies bij Archipel, maar ik denk zeker, Er moet minimaal 8 kanalen zijn. Zo. Anders krijg je die verdeling niet. Ik denk dat we extra goed gaan luisteren bij alle plekken waar een speakertje te spotten is. Goed door rond het gebied. Maar vandaag, René, gaan we het dus vooral hebben over Storm op Zee. De muziek van de attractie Sirocco. Voordat we daarmee gaan beginnen, zit ik te bedenken. Paul, kan jij voor onze luisteraars nog even het idee achter Song Exploder uitleggen? Ja, die naam die hebben wij niet zelf verzonnen. Er is een podcast die zo heet, Song Exploder. Zeker een tip. En daarbij trekken ze vaak bekende, soms ook wel minder bekende nummers. Ligt natuurlijk ook een beetje aan welke scene je bevindt. Maar die trekken ze helemaal uit elkaar met de originele artiest. En was er nou tof voorbij om dat ook bij de Efteling muziek te doen. Maar ja, aangezien de mannen van Song Exploder nog niet bij jou hebben aangeklopt. Nee, moeten wij dat dan maar doen. Dat vinden we heel vervelend, hè? Ja, heel vervelend. Ja, heel naar. En een bijkomend voordeel is dat wij dadelijk natuurlijk naar de achtergrond verdwijnen. Dus voor onze luisteraars ook extra fijn. Dat is voor iedereen fijn, denk ik. Ja, ja, precies. Maar we zijn hier ook nooit uitgenodigd voor een opnamesessie. Ik snap ook wel waarom. Ja, 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 nee, we hebben nou niet echt een hele mooie zangstemmen, denk ik. Overigens besef ik me net dat we in de introductie van deze aflevering René helemaal niet hebben voorgesteld. Moeten we René Merkelbach eigenlijk nog voorstellen? Nou, je hebt gezegd de huiscomponist. Nee, wacht. Je hebt niet gezegd dat hij de componist van heel veel niks gezegd. Nee, maar ik denk dat we wel kunnen stellen dat René sinds 2009, zeg ik even uit mijn hoofd, de huiscomponist van de Efteling is. Ja. Ja, nou ja, dat weet ik niet. Ik begon in 99. Oh, ik zit er 10 jaar naast. 1999. Ja. Maar toen was ik niet. Ja, ik bedoel, dat huiscomponist ook zo'n geuze naam. Die is mij ooit. Daar ben ik trots op hoor. Vanuit de Efteling toebedeeld. Maar nee, 1999 was de eerste winter Efteling. Ja. Dus daar heb ik toen de eerste. Nou, ik noem het altijd winterse geluidjes voor de paddenstoelen toegevoegd. En daarna, nou, dat weten de meeste luisteraars wel, denk ik, van Kleine Boodschap. Maar daarna een aantal jaren muziek voor het fill-in entertainment in de Efteling. En muziek bij de parkvideo's. Maar dat zat toen op VHS-banden. Hè? En in 2000 de Pardoespromenade. Alleen in 2006 kwam de eerste grote attractie waar ik muziek voor mocht maken. Dat was de Vliegende Hollander. Ik heb daarna voor twee projecten niet de muziek gemaakt. Dat was het meisje met de zwavelstokjes en de parkmuziek die Maarten Hartveld ooit heeft gemaakt. Maar verder heb ik alles gedaan vanaf dat moment. Dus in het park, de musicals, de commercials, nou, YouTube. Ja, alles. Ja, dat doe je als huiscomponist. Ja. Mensen die meer over je willen weten, René, die kunnen natuurlijk ook andere afleveringen van Kleine Boodschap luisteren. In aflevering 74 waren we te gast bij jou in de nieuwe studio, waar we nu ook weer zitten. In aflevering 100 was jij dan weer te gast in onze jubileumaflevering, waarin we eigenlijk al een soort voorproefje namen. Want daarin lichtte jij toe hoe dat jij de muziek voor Symbolica had gecomponeerd. En in aflevering 235, we zeiden het net al even, en daarin trokken we de muziek van Caro uit elkaar. En vandaag dus hier in jouw studio Sirocco of Storm op Zee. Ik denk dat het tijd is om eens naar de muziek te gaan luisteren. Nou, de briefing was, er is een link natuurlijk, linksom of rechtsom, tussen de wereld van Sinbad en Fata Morgana. Want het komt allemaal uit Duister in één nacht. De muziek van Ruud Bos vind ik prachtig. Dus ik,
ik vroeg ook aan, in dit geval was het ontwerper Sander de Bruin, die dit project op zich nam. Die zei ook van nou, wij hebben een link met Fata Morgana. Qua muziek zou een link ook fijn zijn. Maar ga nou niet voortborduren op de muziek van Fata Morgana. Ga daar ook niet als soort idee van soundalike of zo gebruiken. Maar kijk hoe die dingen toch met elkaar samen kunnen werken. Uiteindelijk is de link natuurlijk gewoon Oosterse muziek. Oosterse toonladders bijvoorbeeld. Die opdracht had ik niet eerder gehad, dus heb ik in moeten duiken. Overigens, bij Fata Morgana zou je verwachten dat de hele... Ik heb natuurlijk goed bestudeerd. Oosterse toonladders zijn gebruikt. In een paar stukken wel, maar lang niet overal. Dat is natuurlijk ook knap, hè? Dat je het gevoel hebt dat je naar hele authentieke muziek zit te luisteren. Terwijl het, als je het goed bestudeert, eigenlijk niet zo is. Maar goed, dus dat was één ding van de briefing. Maar ja, het is ook logisch als je Storm op Zee hebt en Sindbad en je kijkt naar de illustratie enzovoort. Dan snap je ook wel welke kant het op moet qua muziek. Dus die briefing was snel duidelijk. En dat het een gebied moest zijn. Toen kwam ik met dat idee om het dan Sing te leggen. En verder was het eigenlijk gewoon, vrij van ga maar beginnen en kijk maar hoe je die opbouw maakt. Nou ja, daar is iets uitgekomen. En dan mag je ook weten dat mijn stuk was iets te lang. Ik denk, ik kan het altijd proberen, hè? Maar je hebt ook te maken met capaciteit natuurlijk. Hè? Hoeveel mensen er per dag in kunnen. Dus er moet ook een bepaalde doorloop zijn. En iedere 5 of 10 seconden dat jouw muziek langer is, scheelt heel veel mensen per dag die de attractie kunnen bezoeken. Ik had er ook een stukje in wat eventjes wegging van heel dat Oosterse. En dat was ook gelijk, was een beetje een vreemd stukje. Ik vond het heel mooi. Maar ik zat al een beetje van, weet je wel, ik kan het wel mooi vinden, maar past het ook? Dat is er ook gewoon uiteindelijk uitgegaan. Als echt even alsof we helemaal een andere kant op gingen. Dus die dingen gebeuren ook gaandeweg. Het thema was gelijk raak, gelukkig. Sander vond het hartstikke mooi. En de feel en het ritme, alles. Maar soms moet je ook even kijken naar de opbouw en naar de lengte. En plus, dat is ook nog iets. Er zit een moment in waarbij de bliksem inslaat. En dan hoor je dus de donder. En daarna gaan de bootjes net wat sneller. Dus dat heb ik in de muziek ook gedaan. En ik weet niet, ik heb daar nooit over nagedacht of nooit uitgezocht. Maar ik heb wel gemerkt op het moment, dat is bij Max en Moritz trouwens ook het geval. Het tweede rondje bij Max en Moritz gaat de muziek een stuk sneller. En de baan gaat maar een stukje sneller, een beetje sneller. Maar je hebt het gevoel, door die gehaaste muziek, dat je flink sneller gaat. Maar dat is het allemaal, dat is niet zo, dat is psychologisch. En dat is bij Sinbad ook. Je gaat wel op volle kracht. Maar de muziek zweept het net wat extra op. En zo werkt dat samen. Maar er zijn dus dingen die je gaandeweg moet uitzoeken. Ook met degene, met de engineers en de mensen die het programmeren. En op locatie kijken hoe het ook werkt. Ik heb het wel even laten bezinken. Dat doe ik altijd. En even uitgezocht hoe bepaalde toonladders liggen. Of het ook klopt, zeg maar. Ik bedoel, wij kunnen die referentie hebben met Oosterse muziek. Maar als iemand die daar helemaal in zit langskomt en denkt van, het ruikt er al naar, maar het is het net niet. Het moet wel een beetje, het hoeft niet 100% authentiek te zijn, maar het moet wel een beetje kloppen allemaal. Dit is zo'n typische Oosterse toonladder. Die slaat een aantal tonen over zoals wij die zouden spelen. Dit is wat wij eigenlijk gewend zijn, hè? Ga je naar die Oosterse toonladder dan. Het zijn andere tonen die men daar gewend is. Daar moet je even in duiken. En zou je er wel de Westerse toonladder, noem maar even, dingetjes uitspelen, dan is het nog allemaal niet zo spannend. Maar het is wel leuk om dat een beetje kloppend te laten maken. Hè? Dit is de Neefvloed. Je hoort nou trouwens een geluid uit de computer, maar later heb ik alles wat ik heb geschreven in demovorm opnieuw laten spelen door iemand. Dit is zo'n typische partij. Dan hebben ze ook nog bepaalde blaasinstrumenten daar. Sommige zijn zo authentiek. Kijk, dit is ingespeeld door Jeroen Goossens. Dat is een...
icoon op dat gebied, zeg maar. Die speelt heel veel in voor mij. Ook heel veel Efteling. Maar ook voor heel veel andere artiesten. En zijn bedrijf heet fluitdemaan.nl. En als je tegen Jeroen zegt, kun je vandaag hobo komen spelen? Of dwarsfluit, wat dan ook. Dan brengt hij mee. En als je zegt, van ik weet eigenlijk nog helemaal niet wat we nodig hebben. Dan komt hij met een paar koffers en die gooit hij open. En heeft hij alle fluiten zo uit de hele wereld. Maar die speelt dus al die dingetjes. Nu wilden we deze partij, deze Neefvloed, die wilden we eigenlijk dubbelen met een ander instrument. Ook een Oosters instrument. Maar dat is zo specifiek. En dat lijkt heel erg op de hobo. Een Westers instrument eigenlijk. Dus dan kiezen we er wel voor om gewoon die hobo te doen. Ik heb liever dat iemand goed hobo speelt te kunnen gebruiken. Dan dat ik op zoek moet naar iemand die dat ene instrument ergens speelt. Ergens ter wereld. Dit. Als je dit dan samen speelt. Nou ja, en daarnaast heb je heel veel bepaalde percussie. De dambuka is dit. De sas is een snareninstrument, een soort gitaarachtig iets, zeg maar. Dat zijn van die instrumenten die Oosterse klank hebben, zeg maar, die authentiek zijn. Veel van die Oosterse vioolpartijen die worden gespeeld. Wij gaan vaak van noot naar noot, of je glijdt wel van noot naar noot, hè. Maar bij hun is het vaak zijn het langzame, ja, een glissando is dat, zeg maar. Als je van de ene noot naar de andere glijdt. Als je dat heel, ik zal het laten horen. Als je dat, ik noem het eventjes, heel lui doet. Kijk, je kunt dit dan, pededam, pam, pam. Of een beetje glijden, wawawam. Maar zij doen dan, wawawawawa. En dan maakt ze allemaal een beetje, ja, nou ja, Oosterzang, een beetje zangerig is, zeg maar. Ik noem het even een beetje lui. Maar dat is ook wel specifiek voor die muziek. Ja, ik ben eigenlijk gewoon begonnen met de melodie. Voor ik hem, gewoon de melodie, die schiet je op een gegeven moment te binnen. En nou, dan ga ik iets heel crappy laten horen. Ik heb hier een stukje met alleen die violen zonder begeleiding. Nou, dat klinkt verschrikkelijk. Maar goed, dat is voor mij, zo kan ik het onthouden. Zo sla ik het op en dan ga ik het later aankleden. Maar dit bijvoorbeeld zijn geluiden uit de computer. En dan hoor je eigenlijk de eerste melodie. Je hoort zelfs dat er, ik speel op een gegeven moment de tweede stem. Ik zit al een beetje mee te spelen, maar die klopt gewoon helemaal niet. Dat moet ze allemaal nog uitzoeken. Het is meer voor het idee, ga je een tweede stem mee spelen en halverwege raak ik kwijt. Denk, oh ja, nou goed, het idee ligt weer vast en dan gaan we het later wel uitwerken. Zo begint het dan en dan ga ik het verder uitwerken. En dan komt er uiteindelijk een demo uit die ik dan presenteer aan, in dit geval aan Sander de Bruin. En die komt al best wel aardig in de buurt van wat je nou kent, van de attractie. Behalve dat nou, de meeste instrumenten, niet alles zo, maar het merendeel opnieuw is ingespeeld. En dit allemaal nog uit de computer komt. Dit is eigenlijk hoe ik het heb gepresenteerd. Hoort is dat bijna alles speelt met één ritme. Programmeer je even één ritme in. Maar later met het echte inspelen, met de percussionist, dan ga je daar allerlei variaties op maken.
En die strijkers, nou, eigenlijk heb je zulke goede geluiden al tegenwoordig natuurlijk in de computer. Dat dit, je hoeft hier niet bij te zeggen, dit is even een schetsje met piano. En straks wordt het te gek met orkest. Je hoort wel wat de potentie is van de demo. Maar je hoort bijvoorbeeld, er zitten foutjes in, ritmisch, een paar tonale foutjes. Maar over het algemeen ja, weet je dan wel waar het heen kan gaan. Waar de melodie vandaan komt. Ja, dat weet je niet, hè? Nee, dat weet ik echt niet. Die schiet ook echt gewoon een keer te binnen. Nou ja, eerst heb ik uitgezocht hoe die toonladder werkt. Waar je op moet letten. En dan ga je wat zitten spelen. En dan op een gegeven moment denk je van, hé, dit kan hem zomaar zijn. Of ik zit helemaal niet bij mijn computer of bij mijn keyboard hier. En dan schiet er een melodie in je hoofd. En zoals misschien ook bekend is, die staan allemaal op mijn telefoon. Dus als iemand mijn telefoon ooit vindt in de Efteling, als ik hem kwijtraak, ga naar Voice Recorder, Memo Recorder. Nee, doe maar niet. Maar daar staan al mijn gezongen. Dan begin ik gewoon dit soort dingetjes te neurien. En dan kan ik ze niet vergeten. En soms denk ik dat het fantastisch is, vooral 's nachts. En dan luister je ze morgens terug en denk je, ja, wat is dit nou weer? Kun je het weer gelijk weggooien. Die is niet geworden, maar dat is zoiets bijvoorbeeld. Zo zit ik dat in te tikken en te zingen of te fluiten. In dit geval, ik weet dat dit 's nachts was. Heel zachtjes gefloten. Dus het kan niet anders dan dat ik even naar de badkamer ben gegaan om niemand wakker te maken. En daar heel zachtjes heb zitten fluiten. Nou, zo staan alle dingen. Of pingeltjes op de piano, die staan er allemaal op. Maar de tune die het is geworden, die staat hier nou niet tussen. Maar ja, het ontstaat gewoon. Het is niet, ik zit niet met een bestaand nummer te denken van oké, zij gaan lududadadam, dan ga ik tididididum. Dat dan niet, zeg maar. Het ontstaat gewoon op een bepaald moment. Op het moment dat, in dit geval Sander dus, zei dat het thema, dat hij het thema heel mooi vond en kon gaan werken, ben ik aan de slag gegaan, ben ik het gaan arrangeren en... Dan komt er ook een technisch stukje bij kijken. Want dan krijg je ook te maken met hoeveel tijd je uiteindelijk krijgt. Hoe lang de rit. Want als Sander zegt, van, nou, ik vind dit een heel mooi stuk. Maar dan zegt uiteindelijk iemand van die het gaat programmeren allemaal. Van ja, maar we komen, jouw muziek is 10 seconden te lang. Ik zeg maar even iets. Dan zal het toch ergens uit moeten. En op een gegeven moment is ook het idee ontstaan van die versnelling. Na die donderklap en die blikseminslag. Dus daar kun je ook meteen rekening mee gaan houden. Dat je even teruggaat in de muziek, in de hoeveelheid instrumenten vlak voor die pauze. Die pauze duurt trouwens, ik denk, 1 seconde of zo. En toch heb je het gevoel dat heel even, weet je, maar het is... We hebben ook nog overwogen om dat langer te maken. Maar dat is ook raar, het is net of de muziek is uitgevallen. Dus het is even net zo, even je adem inhouden, zeg maar, die 1 seconde. En daarna komt dus de versnelling in de rit. En de muziek wordt heftiger. Maar goed, dat komt dus allemaal. Dan moet eerst het thema zijn goedgekeurd. Op het moment dat ik het liet horen aan de Efteling, zat dat er allemaal nog niet in. Dus daarna moet je... Ja, dat is niet heel romantisch, dat deel. Maar dan moet je gewoon echt even kijken hoeveel tijd heb je. En waar kun je het, hoe kun je het die kant op arrangeren. En dan begint het opnemen met echte instrumenten. Zoveel mogelijk. Dus de eerste briefing rond augustus... En in november hebben we pas de echte instrumenten opgenomen. En ik zie dat mijn demo is van oktober. Dus redelijk kort tijdsbestek. Toen ik de eerste demo maakte, heb ik een filmpje van de rit van Monsieur Cannibal erbij gezet. Gewoon om ongeveer te weten. Ik bedoel, ze kunnen tegen mij zeggen, die rit duurt 2 minuten. Maar ik wilde ook even weten hoe lang het duurt voor mensen daadwerkelijk instappen en weer uitstappen. Dat is natuurlijk iedere keer net een beetje anders. Maar gewoon van startrit tot het einde. En die moest wel ongeveer worden aangehouden met Sinbad ook. Dus daar heb ik het opgemaakt. Heb ik ook bij mijn presentatie erbij aangezet. Zodat je de beweging en het gezwier en een beetje het gevoel kreeg. Wat we later ook zouden krijgen. Uiteindelijk was men in de Efteling al vrij ver met het programmeren van de show. Zonder dat de bootjes nog op zaten. Maar gewoon de schijven, zeg maar. En die start en eindtijd die lag wel vast op een gegeven moment. Er werd ook al wat licht op geprogrammeerd. Daar heb ik een filmpje van gemaakt en daar heb ik mijn timing exact op laten kloppen. Voor we met echte instrumenten gingen opnemen. Dus dat was eigenlijk redelijk laat. Ik heb hier een filmpje, daar staat juist de timing. Dat is van
5 december. Dus daarna, toen had ik de instrumenten wel al opgenomen. Zo is het, ja. Met de echte instrumenten ben ik daarna de timing aan gaan passen op de show. En hij zou eigenlijk eind december bij voorkeur open gaan. Dus daar was ik klaar voor, zeg maar. Vandaar mijn strakke deadline in die maand. We beginnen als we, voor we instappen, horen we de stem die ons vertelt, die ons wat informatie meegeeft. Salaam, handelsreizigers. Zet je handelswaar goed vast tussen je voeten en blijf zitten tijdens de vaart. Er is storm op komst. Behoud de vaart, handelsreiziger. En uiteindelijk beginnen we dan met die roep om avontuur waar het allemaal om gaat. Dat is die fluit. Die is ingespeeld dus door hier in de studio, door Jeroen Goossens. Want ook wel mooi om te beginnen met deze gong hier zo. Dan begint hij al langzaam te draaien, de schijf. Percussie is zo belangrijk. Die percussie is heel sturend, zeg maar, of opzwepend. En als je hoort hoeveel laagjes daarin zitten. Ik denk dat 90% is ingespeeld en een paar loopjes. Als je een demo maakt, dan kun je natuurlijk al wat geluiden hier en daar vandaan halen. Of in je computer op je keyboard inspelen. Sommige heb ik laten staan. Als het goed is, is het goed. Ze zeggen wel eens, als het goed klinkt, dan is het goed. Djembe. Een tamboerijn. Deze bassdrum is eigenlijk heel groot. Die kan ook heel rommelig klinken, zeg maar. Dus dan moet je dan op locatie wel even kijken. Kijk, deze bassdrum heeft een vrij lange uitklank. Dan kun je op locatie nog kijken of je die wat korter moet maken. Die klank wat korter moet maken. Want als je een lange uitklank hebt, bam, 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 dan is het één lange dreun van een paar minuten. Maar ik vond het wel belangrijk dat hij erin zat, omdat die vind ik spannend. Frame drum is belangrijk. En soms wil je iets meer punch, noem ik het dan maar. Dus daar heb ik een gewone bassdrum, gewoon een pop uit een popkitje, zal ik maar zeggen. En die maakt dan dat hij samen met deze wat strakker klinkt. Belangrijke paukenroffel af en toe. Misschien kennen jullie deze klapjes. Nou ja, hier kun je al een soundtrack op zich van maken eigenlijk, hè, met alleen de percussie. Violen spelen de melodie, de fluit spelen de melodie. En de violen spelen ook nog allerlei begeleidende partijen. Kijk, dit is een geluid. Het komt gewoon uit de computer, het is gewoon een sample zoals ze noemen. Als je daar de live strijkers overheen speelt, dan mengt heel mooi samen. En je moet soms ook rekening mee houden. Ik mocht met 11 strijkers opnemen. Kwamen bijna allemaal uit het Metropoolorkest. Ik wist toen nog niet dat die fantastische concerten gingen geven met bepaalde muziek. Efteling in concert. Maar een aantal daarvan, een groot deel daarvan, zat er ook. Dus je hebt een bepaalde periode waarin je mag opnemen op de dag, zeg maar, zoveel uren. En dan kun je kiezen of je laat ze alle spelen, ook dit soort akkoorden. Of je focust heel erg op die melodielijn die heel erg belangrijk is. En er zit veel in, want we hebben natuurlijk ook die 3 andere tracks nog. Moest allemaal worden opgenomen. Dus dan focus ik liever op die hoofdmelodie, die heel belangrijk is. Als je die dan 3 keer laat spelen door 11 mensen, heb je een heel vol geluid. En dan moet je er soms voor kiezen om dit wat ik net liet horen, om dat niet met die mensen op te nemen. Maar dat is ook helemaal niet erg. Ik zal laten horen waarom. Als je dit samen aanzet allemaal,
dan mengt dat gewoon heel mooi, mengt dat heel mooi samen. Samen met de echte violen. Kijk, en dat daar onderin dan één tapijtje zit met die, ik noem het maar even, de nepper. Dat is dan helemaal niet erg. Dat is dan noem ik een soort achtergrondgeluid. Hier kun je horen hoe supermooi die strijkers hebben gespeeld samen. Dit is al een mixje wat je hier ziet van drie keer al die hoofdlijnen. En we hebben hier een spoor dat heet direct en we hebben een spoor dat heet room. Dus direct zijn alle microfoons die dicht bij de violen staan. Dan heb je dus een heel direct geluid. Maar als ze samen spelen klinkt het ook heel mooi. We hebben opgenomen in Tilburg in de Artichoke Studio. En die heeft een hele mooie grote opnameruimte. Als je daar ook nog microfoons wat verder van afzet, dan hoor je een heel mooi, dan hoor je ze heel mooi samen, zeg maar. Heel mooi samen mengen, die violen. Dus dat wordt ook altijd opgenomen. Dat heet dan de live room hier. Als je ze nou heel droog zou worden, dus heel direct, dan hoor je dit. Gaan we nou naar die live room, die microfoons die er verder vanaf staan. En als je daar dan een mooie grote galm nog op zet, dat is dit. En je mixt het met die directe violen. En wat heel veel scheelt is dat ze ook nog belachelijk goed spelen. Want het is niet makkelijk. Ik bedoel, die mensen spelen niet wekelijks Oosterse toonladders en Oosterse muziek. Weet je wel, die neefvloed die ik noemde, die laat ik dan inspelen. Ja, je hoort hoeveel adem dat kost. En dan zet ik dan soms heel zacht nog even De fluit uit de demo bij aan. Er wordt net ietsje voller van. Ietsje ronder noem ik het. Ik zal een paar dingen samen aan gaan zetten. Altijd nog wel doe als we wat grotere filmische, noem ik het altijd toms, hè, van die grote overdreven zware toms. Maar die wordt dan wel weer gedubbeld met. En dan ook die daar percussie overheen speelt, speelt die accent natuurlijk allemaal wel mee. Maar weet je, als iemand hier met een djembe zit of wat andere kleinere percussie en ik heb die hele zware klappen nodig, dan zet ik die erbij gewoon. Het snaarinstrument, het gitaarachtige sas bijvoorbeeld. Maar dit is misschien nog wel leuk. Hier heb je dus die ene stop van die, ja, misschien een seconde of zo. Kun je zien, hè? Dat kunnen de luisteraars krijgen dat natuurlijk niet mee, maar jullie kunnen zien dat hier een lijn getekend is, zeg maar, waar je tempo, als ik de metronoom aan zou zetten, de kliktrek, en dan hoor je dat, dat in het eerste deel, voor die blikseminslag,
dat een stuk langzamer is dan daarna. Na deze stop. Gaan we een stuk sneller. Als ik dit nou zo los laat horen en ik laat die metronoom horen, dan zal het niet iedereen iets zeggen. Maar als ik zeg dat die van tempo 84, voor de mensen die erin geïnteresseerd zijn, binnen 1 seconde gaat naar 90, dan is dat best wel een stapje, zeg maar. Het is niet 2 keer zo snel, maar het is best wel een aardige versnelling. En dat voel je, ja, dat voel je denk ik ook. De rit gaat sneller en de muziek wordt daar sneller. Dus dat vult elkaar aan of dat versterkt elkaar. Ik heb ook een aantal van die sferische klanken er vaak in zitten. Deze heet Epic World. Nou, zo heet het geluid niet, maar die komt uit de library Epic World. Dat is dit. Dat soort dingetjes, hè, kunnen soms ook de sfeer versterken. Die staan niet heel hard hoor, want als ik dit nou aanzet met de rest erbij. Hoor je het een beetje op de achtergrond? En aan het einde komt er nog een keertje terug. Dat zijn van die subtiele dingetjes die. Maar het leuke daarvan vind ik altijd, dit zijn van die geluiden die je missen pas als je ze uitzet. Weet je dan een beetje wat ik bedoel? Dus het doet wel allemaal iets. En als je het uitzet, dan denk je van, hé, er gebeurt iets. Maar als je het nou zo zou moeten aanwijzen, zou moeten nazingen bij wijze van spreken, of zou moeten zeggen, oh ja, ik heb dat en dat gehoord, dat hoor je dus niet heel specifiek. Maar het zit allemaal wel in. Maar zoals je ziet, ik heb hier nu die geluiden die je net hoorde, die zitten nog in. En er is heel veel. Dat is ook het enige, zeg maar, van dat soort effecten die over zijn gebleven. Je moet wel rekening houden met het verloop van de rit, zeg maar. Dus vanaf het instappen, dan hoor je die fluit. En dan begin je nog niet op volle sterkte, maar je hoort wel aan die tum, 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 tum. Je hoort wel dat het avontuur gaat wel beginnen, of is in feite al begonnen. En je voelt ook dat die storm eraan komt. Dat voel je ook vooral in geluidseffecten. Dan is het thema een aantal keren. En dan moet je dus uiteindelijk toewerken naar die ene stop, die ene break, die maar heel kort is, waarna die versnelling komt. Dus het wordt allemaal steeds een beetje meer. Maar het is ook niet zo dat het, weet je wel, heel rustig begint en uiteindelijk heel erg opbouwt. Het is wel meteen redelijk volle bak. Want we gaan ook gelijk draaien, maar we beginnen natuurlijk wat rustiger allemaal. Hè. Het is voor we op snelheid zijn, ook met de bootjes, duurt wel even. Dus daar hou je in de muziek hou je daar wel rekening mee. Maar andersom ook hoor. De mensen die dat programmeren qua tempo en qua snelheid. En ook qua verlichting en zo. Die gaan uiteindelijk met de muziek erbij programmeren. Je hebt niet alleen de effecten en de elementen binnen. Onder de kap noem ik het maar even. Maar je hebt ook buiten die plofpotten en zo. Die zijn ook gewoon getimed, geprogrammeerd. De boot van Sinbad gaat op een gegeven moment mee bewegen. Ik merk nu ook, we hebben. Ik weet niet of dit geheim is, maar. Gewoon zeggen, op het moment dat die plofpotten afgaan in het water, dan wordt dat wel versterkt in geluidseffecten. Bepaalde explosies, een beetje spannender maken. Dus dat soort dingen. Maar ja, dan kom je dan ook daar pas achter natuurlijk. Op het moment dat iemand die daar aan het programmeren zegt, hier laten die plofpotten afgaan, dan maak je daar weer een filmpje van. En dan gaat Anouk hierboven weer die geluiden erbij zoeken. En dat komt later weer terug. En dan moet het weer worden samengebracht. Dus het is ook niet zo dat ik de audio aanlever en zeg van succes ermee. Ik hoor het wel. We gaan wel een aantal keren heen en weer. Salaam, handelsreizigers. Hier worden we toegesproken. En hier hoor je eigenlijk normaal gesproken nog die andere achtergrondmuziek onder. Het is natuurlijk nooit helemaal stil zo. Behouden vaart, handelsreiziger. Het had ook gewoon een hele droge dienstmededeling kunnen zijn. Maar dit is veel leuker, zo in character. Keep your merchandise safely. Ik vind het mooi, het is in de sfeer. Maar het is ook wel belangrijk. Even je tas gewoon goed bij je houden en handen en voeten binnen boord houden. Hier begint het avontuur. Dit is die roep om avontuur, die fluitmelodie die je nu hoort. Die hoor je straks in het hoofdthema terug met de violen. Thank you.
Hier begint hij pas echt te draaien. En allemaal nog niet zo snel. Er zit al wel een bepaalde drive in de percussie en in die lage toon, 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 toon. Dus je voelt wel dat er iets gaat gebeuren. Je draait al iets sneller, je gaat het al beginnen. En dit is dus dezelfde melodie die je net hoorde met die fluit in het begin. We horen hier nou geen geluidseffecten, maar hier komt al wat regen bij en wat wind. Dus je krijgt al het gevoel dat het wat... wat gevaarlijker wordt, wat spannender. En qua licht, er wordt ook van alles geprogrammeerd. Hè? Blauwe ondergrond en wat beweging in het licht, zodat het ook meer op bewegend water lijkt. Even een stukje met wat minder thema, want anders krijg je continu dezelfde melodie. Even iets anders. Dan krijgen we een stopje waarbij de bliksem inslaat, hier dus. Hier gaat de attractie sneller. Hier slaat de bliksem in, hier krijg je de volledige hoeveelheid wind om je heen. Grote golven, het geluid van grote golven. Regen. Dus hier zitten we eigenlijk volop in de storm. Iets meer percussie, gewoon even alles aan, even alles tegelijk. Het moet zo'n gevoel geven van we zijn er weer aan ontsnapt. Het is weer goed gekomen. En eigenlijk weer helemaal in character. Eigenlijk een beetje een dienstmededeling. En dan sta je hier op uiteindelijk. En nu is het stil. Maar dan komt langzaam de rustige, ik noem het even veilige muziek. Komt langzaam weer op. En dan is het tijd om de rest van de wereld van Sinbad te gaan bekijken. Ara speelt een rol in Pinocchio. En Ara is heel bekend in de, sowieso binnen de musical en theaterwereld. Maar hij heeft ook een fantastische stem die ook vaak wordt gebruikt voor commercials onder andere. En we zochten iemand die... men zocht iemand bij de Efteling die met zo'n soort stem. Het hoeft niet heel zwaar, het hoeft niet heel spannend. Maar gewoon iemand waarbij het aannemelijk was dat een van de zeevaarders was, zeg maar. Dus die tekst is... die tekst die wordt dan geschreven door binnen de Efteling. Er zit een bepaalde boodschap in qua veiligheid. Maar het moet ook een beetje in character zijn. Ik bedoel, hij kan zeggen, ga allemaal zitten en hou armen en benen binnenboord. Maar hij kan ook zeggen, salam handelsreizigers, en het gewoon een beetje mooi vertellerig maken. En de link is natuurlijk... er zijn een aantal making-of afleveringen gemaakt, waarbij hij ook de vertelstem heeft ingesproken. Iedereen was er vrij snel over eens dat zijn stem daar heel mooi voor zou zijn. Dat was geen lange zoektocht in ieder geval. Op het moment dat je je stereomix hebt gemaakt, dan weet iedereen hoe het gaat klinken en hoe het gaat werken. En die timing klopt dan ook al. Maar dan uiteindelijk ga je toch nog met een hoop losse sporen naar de attractie toe, waar weer iemand anders zit. In dit geval Luc Vermeulen doet dat heel veel voor de Efteling. Die daar ook weer een vergelijkbaar programma als wat ik hier heb. Heeft. En dan worden al die sporen toch eens even los aangezet. Want het is ook zo, we zitten nu mooi in een studio die redelijk droog klinkt en er komt wat mooie laag uit die speakers. Daar hangen uiteindelijk speakers in de nok, zeg maar weer onder het dak, onder de kap. Maar de bootjes en de schijf maken best wel veel geluid. Dus dan moet je toch een beetje gaan kijken, willen we daar overheen qua geluid? Ja, liefst wel, want anders heb je heel veel mechanisch geluid. Maar je wil ook niet dat het te hard is. Ik bedoel, als je buiten Sirocco staat, dan hoor je het natuurlijk tot een bepaalde afstand. Maar je wil ook niet dat het al halverwege, weet ik veel, als je van het Anton Pieckplein afkomt met al de helft, dat je hem al hoort. Er is nog zoveel andere muziek in de Efteling. Dus het moet allemaal een beetje minder perken blijven. En je hebt ook bepaalde speakers natuurlijk die hartstikke goed zijn voor binnen attracties. Maar niet hetzelfde als huiskamerspeakers of studiospeakers. Dus je moet kijken naar de mogelijkheden en ook een beetje naar de beperkingen. En wat ik wil zeggen is, dan zal dus blijken dat
een bepaald geluid wat wij nu, als we zo lekker rustig zitten te luisteren, wat we prima horen, een zacht, subtiel, in een mix verstopt geluidje, dat het daar helemaal niet uitkomt. Dus dan zal, omdat je los spoor hebt, kun je dat daar veel harder zetten. En er zitten ook geluiden bij, bijvoorbeeld bij de in geluidseffecten. Nou, bijvoorbeeld bij in Sirocco, we zetten daar ook krekels aan, of bepaalde nachtgeluiden, of bepaalde vogelgeluiden, whatever. Maar als dat in het geheel gaat klinken als ruis, alsof de speakers gewoon niet goed zijn afgesteld, dan gaan ze eruit. Dan zal dat moeten sneuvelen. En net zo goed in de muziek, hoor, in de instrumenten. Als daar, weet ik veel, iets in de percussie is, bij wijze van spreken, wat te penetrant is of te veel aanwezig is, of er allemaal maar doorheen prikt, dan moet dan soms dingetjes sneuvelen. Maar dat is ook helemaal niet erg. Maar dat is dus, en dat kan dus wel betekenen dat je soms bijvoorbeeld op iTunes of Spotify net iets andere mix hoort dan wanneer je daar in de attractie zit. Omdat ik natuurlijk wel het liefst alles aanzet dat ik heb gemaakt. Maar daar wordt het ter plekke bekeken. En als dat dan gemixt is en helemaal strak synchroon is met het licht, dan gaat het daar in het systeem voor heel lang, forever. En dan zit eigenlijk mijn taak erop. Tenzij, dat kan ook nog, hè, dat is nu niet gebeurd, hoor. Maar stel dat een maand later of zo iemand zegt van, goh, nou, we hebben het draait nu allemaal lekker en we weten nu weer iets meer en de reactie van het bezoek. En kunnen we niet toch nog eens een effectje of een geluidje erbij zetten? Dan kan dat ook nog gebeuren. In dit geval niet. In dit geval was het gewoon afgewerkt. Maar wat ik nu dus laatst hoorde bij de Zes Zwanen, dat je een stukje van het sprookje buiten hoort. Nee, daar ben ik niet bij betrokken geweest, maar dat is ook een keuze die later is gemaakt. Dat soort dingen kunnen ook gebeuren natuurlijk. Maar ik kan daar ook nog opdrachtjes voor krijgen. Zoals natuurlijk ook in een attractie wel eens mensen kunnen zeggen, hè, het zou toch wel mooi zijn als hier nog iets meer licht bij was. Of wat ook wel eens heel af en toe gebeurt, is dat men zegt, hè, die muziek die had daar toch wat steviger mogen klinken, maar die speakers zijn niet toereikend. Dan kunnen er best nog wat speakers bij gehangen worden. Of sub-speakers, hè, voor de bastonen. Maar goed, om hierop terug te komen, in het geval van Sinbad was het bij de opening wel, was ik eigenlijk klaar, was het afgewerkt. Nou, nu we weten hoe de muziek van de wereld van Sinbad in elkaar is gestoken, met name Storm op Zee, gaan we er nog één keer goed naar luisteren. We'll be right back.
Zo, dat was genieten, Tim. Ja, zeker heerlijk om toch wel een van onze favoriete nummers nu in zoveel detail terug te horen. Nou, zeker, want deze muziek die is bij heel veel mensen denk ik naar de top van de favoriete Efteling liedjes gestegen. Ik kan me ook herinneren dat toen Sinbad opende, de wereld van Sinbad, begin 2022, dat de eerste vraag die wij van heel veel mensen kregen is, ga je er ook een aflevering over maken, over die muziek? Nou, bij deze gelukt. Daar zitten we in Kaatsheuvel. Zeg René, ik ben wel benieuwd als jij terugkijkt op het hele proces. Hè, was dit dan een moeilijke opdracht voor jou of schudde je deze zo uit je mouw? Nee, het was geen moeilijke. Het was geen moeilijke toen ik het eenmaal de melodie had. Maar toen ik ervoor gevraagd werd, dacht ik wel, kijk, ik kan er heel stoer over doen en zeggen, oh ja, ik heb alle muziek in mijn hoofd zitten, in mijn systeem. Maar ik moest daar wel even induiken. Ik dacht wel, god, wat gaan we nu weer gaan we nu weer krijgen, weet je wel. Het gaat van de zes zwanen met een piano en cello naar dit. En het gaat naar grote attracties. En het gaat naar harmonieachtige muziek in Baron 1898. Dus je moet vaak wel even schakelen en denken van, ik heb niet zoveel zelfvertrouwen dat ik denk, oh ja, dan doe ik die wel weer even tussendoor. Ik denk dan wel, hoe gaan we dit nou weer fixen? Maar als dan eenmaal die melodie er is, dan komt het altijd goed. Moet er gewoon echt voor gaan zitten. Als de melodie eenmaal binnen is geschoten, de rest komt dan wel vanzelf. Ik wil nog even terug naar die drie achtergrondstukken die je ook nog hebt geschreven. Want zijn dat er drie omdat jij drie ideeën had of was drie stukken de briefing? Ik weet niet of ik het was, of ik denk dat ik het was, dat ik op een gegeven moment heb gezegd, wat ik al eerder heb gezegd daar straks, als je uit de attractie komt en je hoort steeds hetzelfde liedje, ook al zou het op een ander punt in het liedje zijn dan heb je dus de hele dag twee melodieën die elkaar afwisselen. Dat vond ik zo. Als je dan toch zegt, dit is de wereld van Sinbad en dit is een totaalgebied, en als je dan toch, daar heb ik dan mezelf in mijn hoofd gehaald, zegt van, Er is daar leven, er is daar muziek. Dan zou dat nooit de hele dag hetzelfde nummer zijn. Maar je hoeft er ook geen 10 af te spelen. Je bent ook maar een beperkte tijd. Maar ik vind het wel leuk dat met drie. Die drie die staan trouwens niet precies achter elkaar. 1, 2 en 3. Die staan heel vaak achter elkaar in een soort random volgorde. Ja. Dus het is ook niet zo dat na liedje 1 altijd liedje 2 komt. Kan na 1, kan ook 3 komen. Best bijzonder, hè? Want op de meeste plekken in Efteling, zowel themagebieden rond attracties als ook de parkmuziek, daar wordt gewoon continu hetzelfde nummer herhaald. En dat kan 2 minuten duren, dat kan 3 minuten duren, maar het gebeurt eigenlijk verder nergens in de Efteling dat je meerdere muziekstukken hebt die elkaar afwisselen. Nee, dus vrij uniek. En ik denk dat bij de Efteling, heb ik begrepen, Dans Macabre is natuurlijk ook een wat ook veel meer een gebied dan één attractie waar je binnenstapt. En trouwens, bij Max & Moritz is volgens mij begonnen dat je de attractiemuziek hebt, de rit. En dan heb je wat ik noem de laanmuziek. Dat is voor je de wachtreis inloopt. En dan is natuurlijk dezelfde sfeer is bij vrouw Boltes Kuchen gekomen. Bij bakkerij Krumel. Het is allemaal niet 100% synchroon of zo, maar allemaal in diezelfde sfeer. En daarmee wordt het veel meer een Meer een beleving in een gebied. Je bent in het gebied van Max & Moritz. Dus ik vind dat wel een hele mooie ontwikkeling. Ik weet al waar de volgende editie over gaat. Max & Moritz natuurlijk. Max en Moritz, zijn hier bij René Merkel. Ja. Kunnen gelijk doorgaan. Ja, precies. Heb je maar vast. Hey, zijn er dan ook bepaalde dingen in de muziek van de wereld van Sinbad of bepaalde elementen of stukjes waarvan jij zegt van, nou, daar ben ik echt het meest trots op? Nu ik het net weer zo hoorde, was al even geleden, die roep om avontuur, die fluit, vind ik eigenlijk wel sterk. En het idee was eigenlijk ook dat, stel je komt vanaf Condoletta, zeg maar, zo richting het gebied van Sinbad. En het idee is eigenlijk, kijk, of het allemaal zo werkt, dat is nog maar ten tweede. Het idee is eigenlijk dat waar je ook bent in het gebied van Sinbad, als je die fluit hoort, weet je, oké, het gaat beginnen. En niet die gong die daarna komt en niet die laagstrijks, maar die fluit, weet je, oké, het gaat weer van start. Dus dat vind ik sterk. En verder vind ik hem eigenlijk, ja, dat is niet zo romantisch allemaal. Vind ik hem eigenlijk heel mooi compact. Binnen 2 minuten wordt het verhaaltje wel verteld. En je kunt allerlei kanten opgaan met je akkoorden en melodieën. Ja, ik vind het gewoon compact. Is Storm op Zee dan ook jouw lievelings of jouw favoriete muziekstuk uit jouw totaal van muziekstukken die je voor de wereld van Sinbad hebt gecomponeerd? Ja,
Nou ja, maar ik ben ook wel blij met die andere stukken. En ik heb daar ook een favoriet van. Veilige haven. Heel dromerig. Ik vind die, hij past er ook wel bij, maar ik vind die net wat. Ik vind het gewoon, er zitten mooie akkoorden in. Dit zo. Eerlijk zeggen, ik had deze gemaakt en die wilde ik er heel graag in hebben, maar ik dacht die gaat sneuvelen, want die is net iets anders, een beetje, hoe moet ik zeggen, een beetje iets meer filmisch, terwijl die andere zijn iets aardser. Er is het één nummer bij, dan komt dat thema dan terug van Storm op Zee, en ik had het gevoel van oké, dat zou ook gespeeld kunnen worden door een groepje muzikanten op een groot plein in zo'n stad en waar een marktje is enzovoort, maar dat heb ik met deze niet. Dit is veel is wat wijdser allemaal. Ja, filmisch, een beetje een filmisch stuk. Ik zeg wel, mijn favoriet. Ja, bij mij ook absoluut de favoriet. Dus ik denk dat we daar elkaar dan de hand kunnen schudden. Nog een volgende editie, maar dan gewoon over Veilige Haven. Een uur op repeat zetten, dan is het gewoon een prima aflevering. Ja, precies. Hey, de vorige keer eindigden we ook met de vraag die ik je deze keer weer wil stellen. René, waar ben je momenteel allemaal mee bezig? En dat kan dan zowel om je Efteling-project te gaan, voor zover je daar überhaupt over mag praten. Maar ik ben ook wel benieuwd waar je verder nog zo al mee bezig bent buiten de Efteling. Ja, nou, voor de Efteling hebben we net best wel het een en ander opgeleverd voor de winter Efteling. Een aantal entertainment acts bijvoorbeeld. En een hele leuke show vind ik is A Wonderful Wintertime in het Carousel theatertje. Nou, het theatertje. Daar zit onder andere muziek van Caro in en ook een aantal gewoon kerstliedjes. Maar ik vind het ook leuk om dat samen te stellen, te editen, de banden te verzorgen. Maar buiten dat, ik heb iets te veel gedaan de afgelopen tijd. Maar het zit er allemaal bijna op nu. Een ervan is een animatieserie voor een platform in China. In China mag Netflix niet. Netflix kan niet in China beginnen. Ik weet niet wel wat voor redenen. Maar in China zijn ze ook heel goed in dingen kopiëren, namaak, zeg maar. Dus ze hebben gezegd, nou, als wij geen Netflix hier krijgen, dan beginnen wij ons eigen Netflix. Met 106 miljoen abonnees inmiddels. Netflix. Ja. Ik kan nog steeds niet uitspreken, maar je vindt het onder IQ.com. Daar hebben we afgelopen zomer een serie voor gemaakt. Voorjaar over Momo. Een kleine animatieserie. Van 32 afleveringen. Dat is echt een bulk gewoon. En dat hier ook de stemmen. De stemmen zijn in Nederland opgenomen. Ze allemaal hier naartoe gekomen. Geëdit en aangeleverd. Sound design is hier boven door Anouk Verdonk ook gedaan. En toen die serie klaar was, dacht ik van nou, dat zit erop. En toen kwam de volgende aanvraag. Daar ben ik nu mee bezig. Dat gaat over. Is ook weer een animatieserie. 26 afleveringen. Gaat over Cao. Ik zal het niet te lang maken. Maar het is een soort kleine Chinese geest, zeg maar. En die wordt eigenlijk gedropt in op aarde in een familie. En die moet het samen zien te rooien. Laten we het zo maar zeggen. Dat is ontzettend, ontzettend veel werk. Met alle respect voor de opdrachtgever in China.
Maar als in eerste instantie zeggen, we hebben 5 minuten muziek nodig per aflevering van 10 minuten, gaat het dan maar uit dat ze uiteindelijk 9 minuten willen. Men begint altijd met, we hoeven niet te veel muziek en het verhaal moet ook zo verteld kunnen worden. En we hebben ook nog sound design, is belangrijk. Uiteindelijk, als men dan de muziek die je wel maakt toch wel mooi vindt, dan ontdekken ze daarna toch wel best wel snel leegtes. Dan vinden ze daarna snel te leeg. Voor je het weet zit je 26 afleveringen normaal 9 minuten te maken. Een project waar ik ook wel trots op ben is, in Madrid heb je een, dat moet je dan noemen, een immersieve digitale video-installatie. In Amsterdam heb je Fabriek Illumière, heet het volgens mij. En je moet je voorstellen, als ik, misschien heb je er iets van gezien ooit, maar het is een hal van 500 vierkante meter groot. De wanden zijn 8 meter hoog. En daar wordt video op geprojecteerd. Dus helemaal rondom. En de vloer ook. De vloer doet ook mee. Film hiervoor ging over Klimt. De schilder Klimt. En daarbij stonden de gasten dus in zijn kunst. Zeg maar, werd helemaal opgeblazen. Maar ook zijn leven trekt voorbij in de foto's en alle informatie. Daar zat bestaande muziek bij. En dat is prima. Dat werkte hartstikke goed. Daar gingen ze van Ryuichi Sakamoto naar Ray Charles en naar klassiek, naar Beethoven en zo. Dat werkt allemaal prima. Voor die nieuwe film, daar is een Nederlandse, het staat in Madrid. Contentmakers zitten in Rusland. Nou, zoek dat maar eens op. Sila Sveta. Gigantische grote projecten van de show, het showmateriaal bij Billie Eilish en The Weeknd en de opening van de WK en noem maar op. Al mega dingen. Die hebben de film nu gemaakt en de Nederlandse producent heeft mij erbij gevraagd. Dat gaat dan toch, zie je dan toch maar weer, omdat je een beetje bekend bent van werk voor de Efteling. En die hebben gezegd, we willen unieke muziek. We kunnen muziek overal vandaan halen, maar laten we in ieder geval een eigen thema ontwikkelen. En het sound design is ook weer hier gedaan. Dus dat was ook een project van enkele maanden wel. Je staat in die hal, die film duurt 7 of 28 minuten in allerlei scènes. En daarna ga je nog naar een virtual reality ruimte. Ik schat zo'n 100 brillen, zeg maar, die daar liggen of hangen. Dus dat was een gigantisch project. En dat ging over Tutankhamon. Ook weer, ja, ik kwam natuurlijk net uit de oosterse sfeer van Sindbad. Maar en dat moest natuurlijk al wel allemaal een beetje kloppen. Maar nu had ik te maken ook met een Egypte-kenner. Iemand die de helft van het jaar in Egypte woont en de andere helft in Spanje, waar die de conservator, heet dat dan, van het Egyptisch Museum is. Ik dacht, ja, hier kom ik niet weg met ongeveer Egyptische muziek. Maar hij was heel trots en heel content. Dus dat heb ik goed gedaan. En zo loopt er altijd van alles door elkaar. Maar jullie weten natuurlijk als geen ander waar ik altijd alles voor opzij schuif. Hè? Dat zijn mijn overburen. Precies. Uiteraard, ja. Nou ja, we zijn sowieso heel blij dat je tijd wilde vrijmaken om ons weer inzicht te geven in hoe jij muziek maakt. Want we weten dat je het voor een bepaald themapark uit Kaatsheuvel, wat vrij groot is, druk hebt. Laat het zo zeggen. Dat klopt. Ja, wij zijn er ontzettend blij mee dat we af en toe hier een kijkje in jouw keuken mogen nemen. René, we zouden denk ik hier iedere week wel te gast willen zijn. En iedere week weer een ander muziekstuk uit elkaar willen trekken. Maar goed, aan de andere kant, we willen ook nog even doorgaan met de podcast. Dus wie weet wat er de komende jaren nog allemaal voorbij komt. Ja, René, de meeste mensen kunnen jou online denk ik wel vinden. Maar een paar plekken waar ze het beste naartoe kunnen gaan als ze meer over jou willen weten. Ja, ik heb mijn website audiocult.nl. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, de meeste nieuwsberichten zet ik toch op Instagram. En dan als je dan zoekt op René Merkelbach, aan elkaar is dat dan, hè. Dan zie je de nieuwste feitjes. Ja, ik ben niet iemand die iedere dag zijn lunch erop zet. Of weet je waar die weer is. Meestal, het zijn ook gewoon snapshots. Maar toch ook wel meestal de nieuwtjes over bijvoorbeeld de Efteling. Als er weer een mooi project is afgerond, dan plaats ik dat daarop. Of waar ik ook mee bezig ben met nieuwe projecten. Dus als men daar een beetje zou volgen, dan blijf je op de hoogte. Als je wil. Ja, ik heb al wat dingen over Madrid zien langskomen daar. Dus ik was al enigszins op dood. Kijk, een volgtip. Zeker. Als mensen ons willen volgen, dan kunnen ze het beste naar kleineboodschap.com/volgen gaan. Daar vind je alle social media kanalen waar wij dan te vinden zijn. Iets minder updates dan René, tenminste op Instagram, maar op Twitter doen we het vrij goed. Daar zijn we vrij actief, ja. Kleineboodschap.com is ook onze website. Daar vind je natuurlijk alle afleveringen met de bijbehorende show notes. Dat zijn de relevante linkjes. Maar daarnaast vind je er ook een contactformulier en daar kan je een berichtje voor ons achterlaten. Ja, je kunt natuurlijk ook gewoon mailen, info@kleineboodschap.com. Daar kun je alle lange berichten heen sturen. En als je wat audio wil meesturen, dan kan het natuurlijk daar ook.
Kleine Boodschap luister je op de website, op Spotify en je favoriete podcast app. En als je ons nou luistert in zo'n app, zorg dan dat je je abonneert, want dan mis je geen enkele aflevering. En wat misschien een mooie overlap is met deze aflevering, is dat je daar ook een rating kunt achterlaten. Maar dat kun je natuurlijk ook doen op de muziek van de Efteling die René heeft geproduceerd. Dus geef die een paar keer 5 sterren. Dan helpt het heel veel mensen weer om die muziek te vinden online. En onze Efteling liefde een beetje ook op Spotify verspreiden en op Apple Music. Ja, precies. En vind het ook altijd leuk als je een review achterlaat op Apple Podcasts. En ja, laten we het ook niet vergeten. Het is natuurlijk ook gewoon hartstikke leuk als je wat mond-tot-mond reclame maakt voor Kleine Boodschap. Hè. Dus heb je nog een Efteling liefhebber in jouw midden? Of iemand die echt wat heeft met muziek en Efteling muziek? Ja, laat hem of haar ook eens weten dat Kleine Boodschap bestaat. En dat we af en toe een song exploder maken. Ja, René, voor de zoveelste keer inmiddels enorm bedankt. Graag gedaan. En hopelijk tot de volgende keer. Zeker. Luisteraars, was weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En houdoe. Houdoe.